Welkom bij Zet Ondernemen. De zelfrijdende auto staat vandaag hoog op de internationale agenda. En die moet natuurlijk veilig zijn. Dat biedt kansen aan Vlaamse KMO's om nieuwe innovatieve toepassingen te ontwikkelen die de veiligheid van deze wagens kunnen garanderen. Maar dat betekent ook risico's nemen in een markt die volop in ontwikkeling is. Het Leuvense bedrijf Xenomatics gelooft sterk in de opmars van de zelfrijdende auto. Zowat 5 jaar voor deze voertuigen talk of the town werden, begonnen zij met de ontwikkeling en productie van een real-time sensorsysteem. Het agentschap Innoveren en Ondernemen, Vlaio, ondersteunde deze baanbrekende ontwikkeling. Het Leuvense Xenomatics loopt voorop in de race van de zelfrijdende wagen. Het maakt een LIDAR-systeem waarmee de auto's kunnen kijken en kon daarbij rekenen op de ontwikkelingssteun van het agentschap Innoveren en Ondernemen. Een bedrijf kan op 2 manieren gesteund worden. Men kan steun krijgen voor onderzoek en men kan ook steun krijgen voor ontwikkeling. Dergelijke projecten hebben tot doel de link te leggen, de stap te zetten naar de markt. En het is net daar waar Xenomatics een beroep op gedaan heeft. Iedereen kent de zelfrijdende wagens van Google. Op het dak van die wagens staat een LIDAR-sensor die de omgeving digitaliseert. Wij hebben een vergelijkbare sensor ontwikkeld, maar op een veel compactere, kostefficiëntere en betrouwbaardere wijze met een nieuwe aanpak om dat mooier in een wagen te integreren. Door het wegdek op te meten vanuit een rijdende wagen kunnen we elke verkeersdrempel, elke put zien en zo het rijcomfort aanzienlijk verhogen. Dankzij de steun van het agentschap Innoveren en Ondernemen zijn we erin geslaagd om prototypes te bouwen die bewijzen dat wat we voor ogen hadden effectief haalbaar is. De auto-industrie reageert enthousiast. Het bedrijf slaagde erin om 5 miljoen euro kapitaal op te halen. Op basis van prototypes hebben we nadien de stap kunnen zetten om ook grote strategische partijen te overtuigen om in ons dossier verder te investeren. Onder strenge financiële, organisatorische en technologische voorwaarden was het agentschap Innoveren en Ondernemen bereid om dit risicovolle project te ondersteunen. In het geval van dergelijke risicovolle projecten legt het agentschap Innoveren en Ondernemen ook een aantal voorwaarden op. Zo werd er een financiële voorwaarde opgelegd om te garanderen dat de externe financiering van het project ook volgde. Er wordt opgevolgd of de groei van het bedrijf de vooropgestelde tred volgde. En er werd opgevolgd of de technologische doelstelling effectief gerealiseerd werd. We zijn letterlijk 5 jaar geleden gestart in een garage waar 2 mensen een nieuw idee trachten te materialiseren. Ondertussen hebben we ook een bedrijf uitgebouwd. We zijn vandaag met 25 mensen die interageren met alle automobielspelers in deze wereld. In het geval van Xenomatics werd er gekozen voor een Europees project waaraan men deelnam, dat hun ook in de gelegenheid stelde met de topspelers in Europa in contact te komen. Dit bleek achteraf ook een zeer goede keuze te zijn om het bedrijf verder te lanceren in deze moeilijke markt. De marketing deed ons geloven dat we binnenkort allemaal een zelfrijdende wagen zullen kopen. Dat neemt allemaal wat meer tijd. En dat geeft ons het vertrouwen dat onze nieuwe technologie die er aankomt een verschil kan maken en de evolutie naar zelfrijden kan versnellen. Xenomatics heeft deze stap succesvol gezet en nu is het uitkijken naar de verovering van deze veelbelovende markt. En tot zover deze aflevering van Zet Ondernemen. Je kan ze nog eens herbekijken op kanaalzet.be. Tot volgende week.